Dit is Flevoland van zondag 8 augustus. De Almeerse geloofsgemeenschap Chapel Avenue hield bij de Tiny Church in Almere Poort een Sunday Fun Day. Deze keer geen dienst in de kerk, maar een sportspel- en doedag. Het is zondagmorgen. Eigenlijk is dat het moment dat we normaal gesproken in de kerk zitten en een zondagdienst hebben. We hebben deze zondag ervoor gekozen om dat niet te doen en om naar buiten te gaan. En we hebben onze allereerste Sunday Fun Day in Almere Poort. En dat betekent samen zijn en het geloof belijden, maar dan op een heel andere manier. Chapel Avenue wil mensen in de wijk zo met elkaar verbinden. We proberen echt de verbinding met de wijk op te zoeken. Eigenlijk willen wij als kerk laten zien van we willen niet de kerk zijn die iedere zondag binnen vier muren zit en daar vooral hun eigen feestje houdt. Nee, dat wij de liefde die wij ervaren in ons leven, dat we het liefst dat delen met anderen. En dat is niet zozeer nieuwe leden zoeken, nee, dat is echt mensen gewoon vertellen over die liefde die wij ervaren in ons leven. De kerkgangers vermaakten zich prima. Een preek is geen voorwaarde om samen je geloof te beleven. Dit is een Family Fun Day en het is ook belangrijk om met elkaar gezellige, leuke dingen te doen. En op een andere manier tijd met elkaar door te brengen. Wat heeft dat met God te maken? Nou, de liefde moet je met iedereen delen. En ook op andere manieren, niet alleen zingend in een kerk. Dat is leuker dan in de kerk zitten, of niet? Ook ja. Daar hebben we altijd veel plezier. Door de leuke dingen, daar vertellen we over God. En daar heb ik het ook wel bij mijn zin. De Sunday Fun Day is een samenwerking met de Tiny Church in Poort. In het kleine kerkgebouw werd een religieus ganzenbord gespeeld. Als generaal van het leger ben je topfit. Tik de grond aan en spring omhoog. De Tiny Church juicht een vervolg op deze afwijkende zondagsdienst toe. En wat geloofsgemeenschap Chapel Avenue betreft, komt die er ook. Ik heb gezegd dat het gewoon een goed idee is om augustus de deuren vooral een beetje dicht te houden van de kerk. En dat we niet met z'n allen daarin gaan zitten, maar dat we erop uittrekken. En over twee weken gaan we samen met het wijkteam van Almere Poort, gaan we bij mensen thuis die het wat moeilijker hebben of die nood hebben, gaan we ze helpen. We gaan klussen in de tuin, we gaan de afwas doen, we gaan de oven die al jaren niet is schoongemaakt, gaan we schoonmaken. Echt handen uit de mouw voor deze wijk. Vier dagen lang stond Flevoland in het teken van klassieke muziek. Van donderdag tot en met zondag trok festival Via Musica in de provincie door. Zeewolde, Almere, Lelystad, Dronten, Emmeloord en dan hier nog extra plekken in de Noordoostpolder. Zaterdag stond in het teken van de rondreisconcerten. Muziekliefhebbers trokken per fiets, auto of speciale festivalbus van Emmeloord naar Band, Luttelgeest en Marknesse. In de grote schuur van Wijngaard de Maronesse konden ze genieten van het Dudo-kwartet en contrabassist James Oasi. We proberen ieder jaar om iets te verzinnen wat we nog echt niet gehad hebben. Ik wist dat deze wijngaard er was. Ik had eigenlijk geen idee dat er ook zo'n leuke schuur was. En ja, als je in het begin die schuur ziet, heb je ook nog geen idee dat je er dit van kan maken. Hè? Maar dat is ook wel heel leuk van de eigenaren. Die zeiden, nee, we rijden gewoon die kisten overal heen, hoe je het maar wil hebben. Dus uiteindelijk kwam hier een hele mooie concertlocatie tevoorschijn. Vanwege de 1,5 meter regel mochten niet al te veel bezoekers de concerten bijwonen. Maar ook thuis kon men meegenieten van de muziek. Het hele festival is gestreamd. En het leuke is ook dat alle zorginstellingen in Flevoland, die kijken mee. Het concert in de wijnschuur was een succes. En ook de muzici van het Dudo-kwartet waren enthousiast over de ongewone concertzaal. Eigenlijk zijn het aardappels, hè? Er zit niks in die kisten. Oh, er zit niks in. Ja, nee, het was heel goed. Dat hout zorgt voor een hele goede akoestiek. Ja, dus het is gewoon een instant concertzaal waar je bent. Gek. Het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie is dit weekend begonnen. Almere City start een nieuwe competitie pas maandagavond met een uitwedstrijd tegen Jong AZ in Weidewormer. En dat doen de Almeerders met een nieuwe eerste aanvoerder, namelijk Tim Reserveur. Hij krijgt de voorkeur boven Ryan Koolwijk. En de wedstrijd in Weidewormer wordt tevens het officiële competitiedebuut voor de nieuwe trainer Gert-Jan Verbeek. Die tegen Jong AZ niet kan beschikken over de geblesseerde Achiel Etemadi, Jorrit Smeets en Faris Hamouti. Na een voorbereiding van 6 weken mag trainer Gert-Jan Verbeek dan eindelijk zijn officiële competitiedebuut gaan maken voor zijn nieuwe werkgever Almere City.
Ondanks al zijn ervaring is dat altijd weer spannend. Ja, natuurlijk is dat spannend. Hij roept dat spanning op. De competitie begint, de oefenwedstrijden, dat is lekker. Daar zit niks, geen druk achter. Daar moet niks, daar wil je graag van alles. En nu komt er het moet er ook een beetje bij. Je hebt gezien waar dat toe kan leiden. Er zijn alweer verrassende uitslagen in die KKD-competitie. En ik heb wel weer genoten van de wedstrijden die ik tot nu toe heb gezien. Verbeek heeft een nieuwe eerste aanvoerder gekozen voor komend seizoen, namelijk middenvelder Tim Reserveur. Vorig jaar droeg Ryan Kolwijk als eerste aanvoerder de band. Dat is veranderd, hè? Het jaar daarvoor was Tim de aanvoerder. En nu is Tim weer de aanvoerder. Ja. Tim is natuurlijk verleden jaar begonnen in de voorbereiding met een blessure. Hij heeft later aangehaakt, in september pas. En toen had de toenmalige trainer Ole, die had Ryan tot aanvoerder gebombardeerd. En Brian was er nu in de voorbereiding, dus ik kwam bij Tim uit. En Tim heeft het uitstekend gedaan. En Ryan is tweede aanvoerder. Vind je dat nou vervelend dat je geen eerste aanvoerder meer bent? Nee. Tuurlijk heb je het erover. Maar aan de ene kant is het ook logisch. Ik ben grotendeels van de voorbereiding heb ik gemist. De trainer heeft ook aangegeven dat Tim het gewoon goed invult. En dat hij mij nog niet zo goed kent, ook als persoon. Dus daarin begrijp ik het gewoon. Ja. En derde aanvoerder is die ook? Ja, die is ook bekend. Lewin? Dat ga ik jou nog niet vertellen, want hij weet ze al nog niet. Ryan Kolwijk miste het grootste gedeelte van de voorbereiding omdat hij met Suriname deelnam aan de Gold Cup in Amerika. Toch start hij tegen Jong AZ wel in de basis, omdat zijn concurrent Jorrit Smeets voorlopig niet inzetbaar is vanwege een knieblessure. De een zijn dood is de ander zijn brood. Ja, denk ik wel inderdaad wat je aangeeft. Natuurlijk is het zuur voor Jorrit en wil je natuurlijk de selectie gewoon fit hebben. Maar ik denk dat het in mijn geval wel... heeft geleid tot een basisplaats. De bal gaat dus eindelijk weer rollen maandagavond voor Almere City. Het wordt het 17e seizoen in het betaald voetbal voor de jongste profclub van Nederland. En wij willen graag meedoen om de prijzen. In ieder geval een seizoen waarbij wij onze fans weer mogen ontvangen in Janmar Stadion. En waar we enorm veel zin in hebben. Ja, wat is de concrete sportieve doelstelling? Nou, ik kan hem zo concreet maken als dat ik uitspreek dat onze ambitie natuurlijk is om zo hoog mogelijk te eindigen en dus te promoveren. Hè, want dat is dan inherent aan zo hoog mogelijk eindigen. Dat lijkt me ook logisch als topsportorganisatie. En tegelijkertijd spelen we in een divisie met het fenomeen na competitie. Waardoor het ook heel reëel is om in ieder geval daarvoor te gaan. Tegelijkertijd zullen wij echt geen doelstellingen uitspreken aan de hand van een plek op de ranglijst. Want daarvoor zijn er te veel factoren die we niet kunnen beïnvloeden. Wat voor spelersbegrotingen gaan jullie komend seizoen werken? Met 2 miljoen. En waar staan jullie dan in het landschap van de KKD, als je kijkt naar de concurrentie? Ik denk dat we dan in de subtop zitten. Er zijn zeker een paar clubs die een groter budget zullen hebben. Er zijn ook een aantal clubs die rondom ons budget zitten. Ik denk rond plek 4-5. Ja, en dan eigenlijk als je dan kijkt naar de begroting, dan moet je in ieder geval minimaal play-offs halen. Ja, dat zijn we natuurlijk ondertussen al zo gewend bij deze club. We hebben al 6 keer op rij play-offs gespeeld. Dat zou ook een 7e keer kunnen zijn als het COVID-seizoen was uitgespeeld. Ik wil niet zeggen dat we dat niet meer voeren als prijs. En allemaal heel erg gewoon gaan vinden. Maar tegelijkertijd is dat wel iets wat we toch wel minimaal verwachten. Ja. De eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen uit bij Jong AZ begint maandagavond om 8 uur.